Bam! Daar is die dan. De piepshow. Ja, ik zo hakt de bam je. Bam! Bam! Ja, maar dit is echt een hele harde piepshow. En het is een piepshow, Boris, die... Eigenlijk hadden we die vorige week moeten opnemen. Ja, het was te kut. Weet je, wij nemen die piepshows op. Op dinsdagen komen op woensdag ja. online. Of op maandagen komen op woensdag online. En net de dag na de opnames... maakt Microsoft bekend dat ze Activision Blizzard hebben gekocht. Ongelooflijk. En normaal waarom wachten ze nou niet? Ze ja, weten toch dat de piepshow maar wordt de dag dat we de boel echt afbreken... Ja, dat was ook nog eens een keertje ding. De het studio allergrootste ja. game news, denk ik, die ik in 30 jaar heb meegemaakt. Ja, ja dat, nou, dat is ja? een beetje overdreven, maar het is wel... Wat is groter dan dit? 70 miljard. Weet je wat groter was dan dit? Ja. Microsoft die aankondigde een console te beginnen. Oké. Okay. Ik denk dat ze daar ook... meer aan uit te brengen. Eventjes over die 70 miljard. Hè? Ja. Want ik denk aan, je wil gewoon beginnen gelijk met dit nieuws. Nou, dit... Nou goed, ik wil eigenlijk een discussie met jou gaan houden over een heleboel dingen. En ik wil in het begin wilde ik even schetsen wat er nu de facto gebeurt. Is dat we de feiten hebben. 68 miljard is er dus betaald. Grootst... All cash, hè? Dat is wel eventjes een ding. Dus niet geen gedoe met aandelen. Nee? De gewoon cash neergetikt. Phil Spencer die pakt gewoon die heeft gewoon 68 miljard ja, Jesus Christ. Maar ja. je moet je wel... Kijk, het klinkt als alle Jezus veel geld, hè? Maar je moet het in perspectief zien. En het perspectief ja. is dat Microsoft een bedrijf is met een market cap van 2 biljoen. Dus ja. $2 trillion. Ja. Ja, dan is dit gewoon niet zo'n hele grote aankoop. Ja, bizar. En dat klinkt bizar, want het is natuurlijk 68 miljard. Het is ja. gigantisch veel. Maar het is gewoon niet zo heel veel. Het is voor hun, nou niet dagelijkse kost, maar jaarlijkse kost. Nou, dit is, kijk, het is gewoon een grote overname, hoe je het ook bent of keert. Maar we leven in zulke rare tijden. Mm-hmm. Dit soort bedrijven, zoals Microsoft, die hebben, ik bedoel, de mogelijkheden voor hun om geld bij elkaar te krijgen, zijn ongelimiteerd. Ongelimiteerd. Echt, ik bedoel, dit kan, ze hadden zoveel meer kunnen betalen. En dat zie je ook, want ze hebben bijna 30% bovenop de aandelenkoers van, ja. Van Activision Blizzard betaald. Gewoon neergelegd, boom. Het kan ze niet schelen, het maakt niet uit. En het gevaar wat daarin zit, en dat is denk ik wel goed om even te bespreken. Mm-hmm. Waarom stoppen bij Activision Blizzard? Waarom niet ook EA? Waarom niet ook Ubisoft? Gaan we het zo over hebben. Gaan we het zo over hebben. Want ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik bedoel, ik heb dat lijstje gezien. Ik heb het helaas even niet bij de B-roll zitten. Maar er is gewoon een lijstje gemaakt. Dat kun je echt heel makkelijk vinden. Verschillende analisten hebben gedaan. Dit zijn de bedragen die je betaalt voor andere bedrijven. Volgens mij was het hoogste was 30 miljard. Dat was EA en daaronder de Square. Wat is EA? EA is overgenomen? Nee, dat is al die andere bedrijven. Wat kosten al die andere bedrijven om je over te nemen? Het hoogste is EA, dat is 30 miljard. Weet je wel, en dan een Square, 8 tot 10 miljard. Weet je. Ja, het is wisselgeld dan, toch voor die gasten? Het is een wisselgeld. Maar goed, het is de grootste aankoop ooit binnen gaming. Daarvoor was inderdaad Zynga, dat was nog maar een paar weken geleden. 12,7 miljard van Take-Two. Ja. Bethesda was 7 miljard, omdat eventjes 7 miljard, 70 miljard. Het is ook een gigantisch verschil. Wat koopt Microsoft? Een bedrijf met 10.000 man personeel. Ja. 10.000 man wordt even ingeschoven. Ook vrouwen, toch? En vrouwen, inderdaad. Vreselijk inclusief. En alles ertussenin. Alles ertussenin, inderdaad. Ook leuk is natuurlijk dat Bobby Kotick, die kopen ze erbij. Ja. Die blijft voorlopig nog baas. Gaan we het straks over hebben. Bobby Kotick heeft overigens Activision ooit gekocht voor $400.000. Echt waar? Het was ook echt samen zijn bedrijf. Het was, Activision was toen echt zieloos. Dat niks. Was hoeveel aandelen heeft hij nu nog in Activision Blizzard? Ik weet het niet, maar hij krijgt naar verluid $260 miljoen mee als die oprolt uiteindelijk. Wow. Dat is het gerucht dat hij, die deal die wordt pas rond in einde boekjaar van 2023. Dat is eind juni. Dan is, want op dit moment, iedereen denkt nu dat Phil Spencer het voor het zegt heeft. Phil Spencer heeft op dit moment helemaal niks voor te zeggen. Nee, nu gaat die koop die gaat nog door allerlei organisaties heen. Mensen zijn zelfs die denken dat hoe heet dat, de medezeggenschap of je kan ook te groot worden. Ja, dat ze zeggen van oké, dit is too much. Ja. Dat moet allemaal nog gecheckt worden. En dan in 2023, uiterlijk, dan is Phil Spencer de baas. En dan bepaalt hij wat er gebeurt bij Activision. Dan wil ik even kijken, want dat vind ik even belangrijk. Laten we even kijken naar het aandeel van Activision Blizzard. En dat heb ik op zondag bekeken. Ja. Daar zie je dus, je ziet op een gegeven moment een soort van hele... Dat is bijna geen ski-helling meer. Het is eigenlijk een soort van cliff. Dat was echt het moment
dat het verkocht werd. Ja. Daar zie je dus van, het ging kut, het ging kut, het ging kut, het ging kut. En in één keer, boom, ging het omhoog. Oftewel, beleggers hebben zoiets van, holy shit, dit is fantastisch. Dit is fantastisch nieuws. Ons nou, aandeel... Wat het gewoon is dat Microsoft heeft gewoon, wat is het, $96 per aandeel geboden. Oh ja. En er zit natuurlijk wat risico in dat de deal niet doorgaat. Dus als jij nu een aandeel Activision Blizzard hebt, weet je gewoon 100% zeker dat je die voor $96 kunt verkopen. Ja. Dus als jij er dan $80 voor betaalt, nou goed, dan dat is toch eventjes $16 winst. Maar er zit een beetje risico in. En dat is waarom de prijs nu nog niet $96 is. Maar Microsoft heeft gewoon gezegd, een aandeel Activision Blizzard is $96 ja. waard, punt. Dus in feite... het ja. stijgt ook niet door. Dus er is aan de andere kant ook wel een klein beetje... Nou, dat betekent dat risico. Mensen zien ook, beleggers ja. zien ook risico. Ja. Dan gaan we natuurlijk toe, ook binnen dit verhaal, hoe je het ook wendt of keert, dit is een strijd tussen Microsoft en Sony. Het is, zal echt niet zo zijn dat Phil Spencer denkt van, ik ga Sony pesten, maar ze pesten hier Sony wel mee. Mm-hmm. En dat zag je aan het aandeel. Het aandeel van Sony PlayStation. En daar zie je dus ook eigenlijk bijna een vergelijkbare duikeling naar beneden. Ja. Op het moment dat dit werd aangekondigd. En je ziet eigenlijk ook al dat... Ja, er zit niet heel veel groei in. Er is wat naar beneden gaan. Dan gaat het weer een beetje omhoog. En in één keer behoorlijk naar beneden op de Japanse markt. En Japanners zeiden ook al, dit gebeurt zelden voor ja. Sony. Maar het interessante is dat wat hier gebeurt is... puur een fundamentele verandering die zorgt voor een aanpassing van de waardering. Dus wat je altijd ziet bij dit soort dingen is dan is er jaarcijfers worden bekendgemaakt ja. en plannen voor het komende kwartaal en dan zeggen ze we gaan de metaverse in en we gaan met NFT's gaan we dingen doen. Dan denkt iedereen van nou daar zou wel eens geld in kunnen zitten en dan gaat zo'n aandeel een beetje omhoog. Dat is wat er normaal gesproken wordt. Ja. Wat hier gebeurt is dat je dus nu een grote groep beleggers hebt en zeker institutionele beleggers die kijken naar die markt niet van wat kan die prijs morgen doen, maar die kijken wat doet zo'n prijs over 5 jaar. Mm-hmm. En wat doet een prijs van Sony over 5 jaar als Microsoft zometeen daadwerkelijk doorgaat en Ubisoft en EA en ja. Square en al die andere partijen opkoopt, dan is Sony is gewoon klaar. Over en uit, het is mm-hmm. afgelopen. Die PlayStation business is ontzettend essentieel voor Sony, absoluut. Voor het bedrijf Sony. Ja. Ja. Dus dat betekent dat risico, dat zie je nu verwerkt worden in die prijs. Ja. En dat is dus wat daar aan de hand is. Dus het is niet zo dat Sony opeens minder winst maakt. Nee, ze zien gewoon een verschuiving in het landschap. Ja. En dat is denk ik ook de impact van zo'n overname. En om heel eerlijk te zijn, Jeje, ik denk dat dat helemaal niet positief is. Er is, okay. er is altijd een soort evenwicht nodig tussen concurrenten mm-hmm. van elkaar. Weet je, een soort van de consument wordt daar beter van. Ik bedoel, in alle markten waarin geen concurrentie ziet, zie je dat er... Ja, het wordt een puinzooi. Weet je? Ja. Ik bedoel, op het moment dat er geen concurrentie is voor... Ik zeg maar wat, voor internet, weet je. Ik bedoel, Ziggo heeft nagenoeg alleen heerschappij en die mm-hmm. kunnen vragen wat ze willen. Ja, maken ze te bont, dan nemen mensen weer ADSL. Maar om maar aan te geven, concurrentie is essentieel voor innovatie en gewoon voor bescherming van de consumenten. Ja. In deze markt, een bedrijf wat zoveel geld heeft als Microsoft, mm-hmm. die zou in feite de hele gamesindustrie kunnen kopen. Hoe goed is dat voor de consument? Kijk, je kunt nu zeggen van leuk, weet je, straks krijg je nog 30 andere games op je Game Pass. Ja. En nu hebben we, weet ik veel, 10 games elke maand in Game Pass. Straks hebben we er 50. Yay! Maar wat mensen zich vergeten te realiseren, als dat inderdaad zo is, dan ga je voor betalen. Je betaalt straks €80 een maand voor Game Pass. Want er is geen concurrentie. Er is geen andere manier om die games te spelen. Ja, ja nee. Ik vind het ook wel het gevaar. Het is natuurlijk ook, het is entertainment, het is een gunfactor. Je bent ergens fan van. Ik vergelijk het ook een beetje met bijvoorbeeld Amazon of een bol.com in Nederland dan. Die bedrijven die kopen alles op elk klein winkeltje. Dat wordt gewoon feitelijk kapot geconcureerd. Het grappige is dat wat je gaat krijgen is dat als jij op de straat aan mensen vraagt, hey, wat vind jij een toffe winkel? Zal niemand ooit zeggen bol.com. Die zeggen altijd, nou ja, echt op de hoek hier zit een gastjongen die verkoopt een kleine. Maar koop je er wel eens wat? Nee, ze bestellen het dan op Amazon of op eBay. Exact, of weet je, dus dat is natuurlijk een beetje wat je gaat krijgen. Dat is een beetje het maar weet je ervan. Hoe dat komt?
Dat is heel interessant. Maar ja, wat dat Amazon-model, en we hebben dat inderdaad bij Amazon al gezien. Amazon, het is wat er nu met Microsoft en Activision gebeurt, is exact wat er met Amazon gebeurt. Weet je, die hebben op een gegeven moment Whole Foods gekocht, de grote biologische supermarktketens in Amerika. Weet je, nou, een bizarre overname. Waarom moet een online boekwinkel een biologische supermarkt overnemen? Maar je ziet gewoon van waar ze naartoe gaan. Ja. Zometeen is dat nog maar de enige supermarkt die je hebt. Mm-hmm. En hetzelfde gaat zometeen hier gebeuren. En dit heeft allemaal te maken met hoe geld beschikbaar is. Ja. Dus banken die hebben op dit ogenblik gigantische voorraden geld. Die gaan het niet uitlenen aan jou, niet uitlenen aan mij, tenzij we hypotheek afsluiten met een huis als onderpand. Maar een aantal grote bedrijven, die daar zien ze zo weinig risico in. Nou goed, daar kan het geld dan naartoe. Vaak tegen extreem lage rentes. Maar dat betekent dus een bedrijf als Microsoft, niet alleen hebben zij een marktcap van 2 biljoen. Ze kunnen ook nog eens een keer nagenoeg ongelimiteerd geld lenen ja, tegen nagenoeg geen kosten. Nee. Maar het gevaar daarvan is dat de grote partijen die dus dat soort kredietstatus hebben, die kunnen ongelimiteerd groeien. Die kopen alles op. Ja. En dat zie je letterlijk gebeuren. Weet je, de grote bedrijven groeien door middel van overnames. Kleine bedrijven worden kapot geconcurreerd, want die kunnen niet overeind blijven. Zeker. Dat probleem, wat eigenlijk komt door geldcreatie, heeft nu zijn intrede gedaan in de gamesindustrie. Ja. En ik zweer je, dat is gewoon niet een reden om enthousiast te worden. Ik ben even dit weekend ook gedoken in hoe is dit nu gegaan. Want het is echt niet zo dat de deal komt op donderdag rond en dat betekent dat vrijdag Bobby Kotick de boel in de verkoop heeft gezet. Mm-hmm. Er gaat een proces van maanden aan vooraf. Denk ik. Nou, in ieder geval, valt wel mee. Early november, dus begin november, eigenlijk eind oktober, is Activision Leadership en de Key Ownership hebben besloten dat ze willen sellen. Ik ga straks even aan jou vertellen en discussiëren waarom. Microsoft, ze hebben het aan meerdere partijen zijn ze gaan shoppen. Onder andere EA, dat is in ieder geval wat bekend is gemaakt. Dat zou raar zijn, een bedrijf van 80 miljard, of het is 70 miljard, wat over wordt genomen door een bedrijf van... Ja. 30. Ik heb niks gehoord over Sony, dat ze het bij Sony hebben aangesloten. Het zou best wel kunnen hoor, dat soort dingen komen altijd nog wel een keer naar voren. Hebben ze het ook bij Sony aangeboden? In ieder geval hebben ze het bij Microsoft aangeboden. En Microsoft is er meteen bovenop geklapt. Ja. Meteen bam, duur. En eigenlijk tijdens de feestdagen was het beklonken. Microsoft heeft 200 miljard cash op de balans staan. Hè? Ja. Ik bedoel, wat moeten ze met dat geld? Nee, dat wordt verdampt. Dat wordt minder waard. Per jaar, ja. Kan je beter inderdaad investeren. Ja. De vraag is natuurlijk, waarom zijn ze opeens gaan verkopen? Nou, dat is natuurlijk ook aan Bobby Kotick gevraagd. En die kwam wel met een antwoord. Volgens hem heeft het niks te maken met alle ellende rond harassment. Maar in ieder geval, heel belangrijk is dat, als je kijkt naar Activision, daar hebben we het natuurlijk afgelopen jaren over gehad. Het is een bedrijf wat eerst veel dingen deed. En op een gegeven moment zijn ze helemaal gaan toespitsen op Call of Duty. Ja. Dat was een melkkoud. Alles werd er maar uitgetrokken. En ze komen nu op een moment dat Warzone eigenlijk achteruit gaat. Ja. De rek is eruit. Call of Duty, de gewone game, de rek is eruit. En in één keer hadden ze een probleem. Fuck ze hebben niks anders. Mijn aandeelhouders die willen meer, meer, meer. Ik zou begot niet weten wat ik dan moet doen. Dan heb je nog Blizzard. Nou, en dan kom ik toch bij dat probleem van de verziekte werksfeer. Mensen, talent wilde niet meer werken. Mensen gaan weg. Ze krijgen de games niet meer af. Nieuw talent wil niet bij Activision werken. Want ja, daar zit ik fucking alleen maar Call of Duty te maken. Heb ik geen zin in. Ja. En in één keer hadden ze een probleem van, oké, de komende jaren gaan wij een probleem krijgen. Ja. We gaan onze aandeelhouders niet tevreden worden. En dan moet je heel snel handelen. En dan kan je of afschalen of gewoon in de etalage zetten. Ik denk dat Bobby Kotick persoonlijk daar veel langer met dat idee rondliep. Ik denk ook dat, je zegt Activision. Activision is natuurlijk Call of Duty, maar ja, we hebben natuurlijk ook nog Blizzard. Zeker. En de titels. Ook de problemen die zich daar de afgelopen tijd hebben voorgedaan. Daar zie je gewoon van ja, verkopen is helemaal niet zo'n slecht idee. Het probleem is wel dat je kunt afvragen, wat heeft Microsoft gekocht voor die 68 miljard? En dan denk ik inderdaad van, ze hebben onder andere heel erg veel hoofdpijn in huis gehaald. Ze hebben een afdeling Blizzard waar de creatieve rek uit is. Mm-hmm. Het is niet dat niet te repareren is. Dat zou best wel kunnen. Ja. Lijkt me tenminste. En hetzelfde geldt voor Call of Duty. En je vergeet iedereen, hè? King met Candy Crush. Ja, inderdaad. Gigantisch groot is. Bedoel, maar ja. Oké, laten wij het even over de Blizzard en Activision. Ja, laat ik zo zeggen. Het gaat natuurlijk Microsoft om Game Pass. Dat is natuurlijk het hele ding.
Activision heeft wel een gigantische hoeveelheid franchises op de plank liggen waar ze niks meer mee gedaan hebben. Ja. En ik zou me voor kunnen stellen dat het helemaal geen vreemde gedachte is dat Microsoft zoiets heeft van ja, wij hebben niet één titel per jaar nodig die ook op de PlayStation uitkomt. Nee, wij hebben een divers portfolio nodig van, ja, van verschillende content. En ja, als daar 10.000 ontwikkelaars bij Activision werken, waar er gaan overigens heel veel mensen uit hoor. Ik bedoel, de hele marketingafdeling, de salesafdeling. Gevreesd voor ontslagen. Natuurlijk, ja, die gaan er allemaal uit. Maar goed, maakt niet uit. Dat gaat nou helemaal gebeuren. Ja, ja, ik denk dat de titels die daar... Ik denk eigenlijk dat dit geen slechte... het is geen slecht moment om als developer op dit ogenblik bij Activision Blizzard aan de slag te gaan. Als je ook kijkt naar social media, naar de mensen die bij Activision werken op dit moment, waar echt heel veel aan de hand is, want Raven Software, dat is nu al voor de 7e week in staking en dit is één grote bak ellende. Zie je dus heel veel mensen zeggen, we gaan het zo even over Bobby Kotick hebben, maar heel veel mensen zeggen, oh, dit voelt wel beter, weet je. Ik heb weer wat hoop voor de toekomst. Ja. Ik moet zeggen ook dat Phil Spencer snapt hoe hij snapt wel hoe PR werkt. Want het is natuurlijk het gevaar van Microsoft. Microsoft is altijd een bedrijf geweest. Als jij concurrent van Microsoft bent, dan weten ze maar één manier om je eruit te krijgen. Dat is, ze kopen je gewoon helemaal kapot. Ja. Dat zijn ze nu weer aan het doen. Ze zijn gewoon eigenlijk alles aan het opkopen. En dan wordt de Game Pass op een gegeven moment zo belachelijk aantrekkelijk dat je wel moet. Mm-hmm. Maar Phil ging er meteen al in door te zeggen van, als het aan mij ligt, en hij bepaalt het, dan wil ik Hexen weer terugzien. Dan wil ik Guitar Hero weer terugzien. Al die oude titels, weet je wel. Ik zie dus hij zegt het al. Ja. Hij zegt het al. Van. En sterker nog, er werd opeens geopperd van Call of Duty hoeft niet meer elk jaar. Waarom niet? Ze hoeven niet games te verkopen. Ze moeten zorgen dat Game Pass gevuld is. En precies, ze hebben nu bij elkaar met Bethesda erbij, hebben ze straks 30, 35 studio's. Ja. Dan heb je elk kwartaal een AAA. En je hebt elke maand heb je twee leuke kleinere titels. Ja. Weet je? En dat is wat ze doen. Opmerkelijk is ook dat Phil Spencer werd gevraagd, ja, wat daar gaan we het nu hebben? Call of Duty is gigantisch. Ik bedoel, mainstream. Call of Duty, FIFA, dat zijn die twee games die waar heel veel gamers op afkomen. En hij zei op de vraag, ja, wordt dat dan exclusief? Zei hij, I prefer the franchise to remain multiplatform. Nou, moet ik er even bij zeggen, hij kan nog niks zeggen, want hij is de baas niet. Dat is hij pas in 2023. Dus als hij nu gaat zeggen van dit en dat, dan krijgt hij advocaat op zijn broek. Maar mensen vonden dit wel opvallend. En ik sprak er net boven even over met Koos en Daan. En ook in Brieven Maandag. Ik denk dat het gewoon... Hij zegt van, het is het domste wat ze kunnen doen. Is dat om dat niet multiplatform te maken. Om dat exclusief te maken. Omdat maar het is maar, zo groot. Kijk, dat hele exclusiviteit is zo'n ontzettend grijs gebied. Wat je zometeen gaat krijgen, en dat zie je nu al, is dat er komt gewoon bepaalde content eerder op Game Pass, of bepaalde features, of een bepaalde map, of weet ik veel. Weet je, ze gaan het echt wel zo aantrekkelijk maken dat je geneigd bent om die game via Game Pass te spelen dan via een PlayStation. Maar ze hoeven hem niet exclusief te maken. Je hoeft zeg maar niet dat geweer op iemands hoofd te zetten. Want je zegt gewoon van, hey dude, wat je wil. Je kan op de PlayStation spelen, betaal je €70. Of de Game Pass, dan betaal je €11,95. Absoluut, ja. Aan jou. En maar wat je ook dus gaat krijgen, is dat wat als Sony met zijn eigen Game Pass systeem komt zometeen. En Microsoft gewoon zegt, ja, is leuk en aardig, maar die games zijn alleen full price te kopen en niet via jullie Game Pass. Ja. En dat, ja, wat dat betreft, ze hebben gewoon, kijk, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar uiteindelijk money talks. En als het duidelijk is dat Microsoft meer geld verdient door dat op deze manier te doen, nou, dan zullen ze dat op die manier doen. Ja. Laten we even doorgaan naar Sony dan. Die hebben inderdaad ook een statement uitgegeven. Een dag na de announcement. En in die statement, die hebben we straks ook even in beeld, daar zeggen ze eigenlijk gewoon, eigenlijk zeggen ze helemaal heel weinig. We expect that Microsoft will abide by the contractual agreements and continue to ensure Activision games are multiplatform. Dus eigenlijk, ik ben heel geïnteresseerd naar, wat is jouw mening? Toen Jim Ryan dit kreeg, had hij toen een soort van diarree door zijn broek heen? Ja, absoluut diarree door zijn broek. ja, maar waarom ook? Niet zozeer omdat het over en uit is voor Sony, absoluut niet. Maar Sony staat nu onder grote druk. Ja. En dat, kijk, waar dit me aan doet denken, is dat op een gegeven moment, je had een soort strijd, een bepaald seizoen tussen Ajax en PSV. Mm-hmm. En PSV had Ronaldo gekocht. En ze hadden echt bakken met geld. En ze hadden, volgens mij was Luc Nielis ook zo'n grote aankoop. Weet ik veel. Ze hebben tientallen miljoenen.
En Ajax kwam toen met Kluivert. Ja. En ik kan me nog goed herinneren, die uitwedstrijd van Ajax tegen PSV. Dat het Ajax uitvak, wat dus bij in Eindhoven in het stadion was, die waren aan het zingen van en koop er nog Martin. Ja, ja. En koop er nog. Nou goed, en het ging maar door de hele wedstrijd. En Ajax heeft die wedstrijd ook gewonnen. En dit is de situatie waarin PlayStation zich bevindt. PlayStation kan niet meedoen met de geldsmijterij van Microsoft. Nee. Ze kunnen vast wel een studio kopen. En misschien kopen ze Square Enix, whatever. Maar een uitgave van 70 miljard is voor Sony, dat is niet... Dat maakt geen sens. Om dat even uit te leggen, Microsoft, je zei het al in het begin, doet dit soort uitgaven op jaarbasis, weet je wel. Misschien dat niet valt allemaal wel mee, groot, dit is wel een grote... Maar bij hun is het vrij normaal. Ze schieten 10 dingen en er blijven er 2 aan de muur blijken. Ja. En dan zijn ze happy. Sony, als ze nu iets doen, want dat kan een reactie zijn, dus ze kunnen 2 dingen doen. Daar zijn analisten het wel over eens. Of ze gaan in paniek en ze kopen ook iets voor 15 miljard of zo. Ik denk het niet. Maar dan hebben ze een probleem. Dan moet het ook meteen werken. En dat gaat niet gebeuren. Nee, want merchants over het algemeen werken niet zoals je denkt dat ze zouden werken. Of ze kunnen langzamerhand gedwongen naar de Nintendo kant gaan. Oftewel, wij zijn een bedrijf met een console. Wij maken 4-5 hele goede games per jaar. En dat is het. Ja, maar kijk, je krijgt dan een interessante verschuiving. Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat ze moeten doen wat Ajax doet. Ze moeten eigen talent opleiden. Met andere woorden, ze moeten hun eigen development teams ontwikkelen. Nieuwe franchises. En daar merk je ook, Sony is een beetje op hetzelfde dode punt aangekomen waar Activision aankwam. Dat is namelijk, ze hebben die franchises, The Last of Us, God of War. Nou goed, ik hoef ze niet op te noemen, je kent het allemaal wel. Maar al die games zitten gewoon op een bepaalde manier in een soort, op een soort creatief laatste hoofdstuk, weet je. Dat is wel klaar. Dat moet opnieuw, weet je. Uncharted moet opnieuw uitgevonden worden. Weet je, ze willen geen nieuwe Days Gone maken. Ik bedoel, Sony moet zichzelf opnieuw uitvinden. En waar ze bij wijze van spreken voorafgaand aan deze overname nog de luxe hadden van iedereen moet zichzelf opnieuw uitvinden. Daar is het nu. Nu is er geen ruimte meer. Nu moeten ze. En het moet snel ook. Ja. Want wat er zo meteen gaat gebeuren is dat Microsoft zegt tegen Sony van, je wil Call of Duty op de PlayStation. Nou, dan willen wij graag God of War op de Xbox hebben. Ja. Of in Game Pass, of weet ik veel wat. Ja, en dan ga je gewoon... ik bedoel, dit wordt gewoon een strijd der giganten. Ja. En Sony gaat het verliezen als ze het niet op een eigen manier doen. En het interessante is, dat is een les die Nintendo al jaren geleden geleerd heeft. En Sony moet dat nu ook gaan doen. Maar Nintendo is natuurlijk op een gegeven moment helemaal... Ik weet niet of ze het ooit wel gedaan hebben, maar op een gegeven moment zeiden ze ook, als je kijkt naar wat ze doen op de E3, ze zijn helemaal uit het vaarwater van Microsoft en Sony gegaan. Ja, maar dat hebben helemaal hun eigen ding. Andere type consoles. Niet dat gelikte 4K gewoon speel. Controllers die niet werken. Gewoon anders, weet je wel. Eigen doelgroep opbouwen. Sony is natuurlijk jarenlang head-on met vergelijkbare producten met Microsoft gegaan. En die strijd was altijd... Oké, het was niet helemaal eerlijk. Sony was altijd beter, maar Microsoft hinkte dan zo'n klein beetje bij, weet je wel. Het was een beetje 50-50 en dat was leuk. Mm. En nu in één keer... Ja, maar waarom? Omdat Microsoft nooit meedeed. Het was Xbox. En Xbox omdat is gewoon niet op creativiteit wonnen. En, precies, maar Xbox is een kleine divisie bij Microsoft. En nu zie je opeens de gewicht van Microsoft in de schaal. Ja. En dan zie je opeens van die hele... Games-industrie is een marginale kleine kut-industrie voor een gigant als Microsoft. En die heeft zoiets van, kopen we alles? Wat kost het? Oké. Omdat ze dus, blijkbaar, ze zijn heel erg bezig toch met die metaverse, weet je wel? Die hele shit met gaming en alles bij elkaar. Nee, maar het is nu wel, nou, dat wordt door veel mensen gezien, van waarom is nu in één keer Microsoft vol ingaan? Is Xbox ook echt een grote divisie geworden binnen het bedrijf? Het was eerst altijd van leuk. En nu is het echt wel een ding geworden. Nu gaan ze er ook voorlopig in blijven. Ze gaan echt niet binnen een jaar hier weer maar uit. Maar ik weet waarom dat is. Ja. En daar hebben we het al heel vaak over gehad. Het heeft te maken met de ambities van Game Pass. Hij heeft, ik bedoel, Phil Spencer heeft gezegd, er moeten 2 miljard mensen lid worden van Game Pass. Ja. Nou, stel je voor, de komende kwartaalcijfers komen langs en dan moet Phil Spencer moeten rapporteren naar zijn baas. Ja. Die, hoe heet die, Nadella of zoiets. En die zit daar en die zegt van, is leuk allemaal die 25 miljoen die hier omzet, of die 25 miljoen leden die je hebt, maar we hadden 2 miljard afgesproken. En hij zegt van, luister, dat kan alleen als Microsoft ook daadwerkelijk zijn geld doet waar zijn mond zit. En dat ziet er zo, dit, zo ziet het eruit. Dus Nadella heeft, het is gewoon een bluffpoker geweest, maar blijkbaar wel de manier zoals je intern met Microsoft moet communiceren. En waar eerst
Xbox-divisie, de Xbox-divisie heel erg van Microsoft af, zich afzetten. Mm-hmm. Ze wilden anders zijn, ze wilden creatief en klein en eigen zijn. Ja. Daar is blijkbaar Phil Spencer erin geslaagd om Microsoft mee te krijgen in de doelstellingen van Xbox. Ja. In plaats van dat de Xbox het risico liep een streep te door en een stekker uit het project, daar zie je nu gewoon van, dat risico is nu weg. Ja. Weet je, want ik bedoel, ondanks dat het maar 70 miljard is, is het toch, nou ja, pak een beet, 20% van de market cap van Microsoft. Dus ja. Goed, het zou kunnen dat we nu in de volgende fase ingaan, waarbij dus het volledige macht van Microsoft mee gaat doen in die gamesindustrie. Ja, dat gaat een... dat is krankzinnig. Is die bal nu gaan rollen? Hè? Want we hebben het over consolidatie. De gamesindustrie zit nu... Ik bedoel, Take-Two, die koopt van alles en nog wat erbij. Iedereen is een soort van doodsbang om zelf opgevroten te worden. En stopt zichzelf dan maar vol. Je kunt je hier... Kijk, als jij een beursgenoteerd bedrijf... Alleen Ubisoft is erin geslaagd een keer om een vijandige beursovername af te sluiten. Ze zijn er gewoon goed in. Je zag ook dat... Maar ze zitten in hetzelfde schuitje. Laten we het heel eerlijk zijn. Ja, tuurlijk. Ze hebben games die steeds minder verkopen. En ze hebben een verziekte werksfeer. Recipe voor totale disaster en misschien maar beter verkopen en onder een frisse baas weer opnieuw beginnen. Absoluut. Maar het interessante is ook, iedereen had verwacht dat met de komst van Amazon en Google in die gamesindustrie, dat je dus dit soort dingen ging krijgen. En wie doet het? Microsoft. Ja, dat is waar. En Google en Amazon zijn verdwenen uit die industrie. Ja, nou, ja, goed. Ook heel veel mensen die zeggen, wacht maar. De volgende gaat inderdaad... Het kan niet PlayStation zijn, want die hebben gewoon dat geld gewoon niet. Nee, dat gaat een Amazon zijn, weet je. Ja, maar dan ga je dus Amazon gaat zien, Ubisoft kopen. Die gaat of Sony of weet ik van. Maar kijk, dat zijn het bedrijven. Dat zijn letterlijk de drie bedrijven die dat soort... Apple, ja. Apple is er ook nog eentje. Die Microsoft, Apple, Amazon en wat zei ik nou? En Google. Ja. Alphabet. Je wil het niet. Nee, dat wil je helemaal niet. Nee. Omdat waar is de ruimte voor de creativiteit, weet je, op dat ogenblik? Je bent een Xbox-fan. Tenminste, een Xbox-fan. Je speelt de laatste tijd graag op die Xbox. Omdat Game Pass zo goed is. Ja, heb jij dan toch iets van onder Phil Spencer en met de mensen die er nu zitten, die gevoelsmatig toch wel ook met gaming bezig zijn? Ik vertrouw erop. Nee, ik denk Amazon's dat... vind ik echt een bizar idee. Als stel dat die inderdaad een EA of een Sony zouden opkomen. Dat is eigenlijk een super weird idee. Nou, wat je gewoon aanziet komen, is dat je zometeen een handvol games hebt die 90% van alle game tijd gaan opslokken. Ja. En Warzone neigt ernaar. Fortnite neigt ernaar. World of Warcraft neigt ernaar. Maar ik denk dat je het zometeen echt gaat krijgen. En daar gaat zo ontzettend van omzet gedraaid worden in zo'n game. En dan moet je voorstellen dat er 100, 200 miljoen mensen zijn die dan één game spelen. Wat dat betekent als die... Ik bedoel, dat is vergelijkbaar met 100, 200 miljoen mensen die Windows gebruiken. Mm-hmm. Of die Word of Office gebruiken, weet je. Ja. En Microsoft kent dat spelletje, die weet dat. Die weet hoe het is om die digitale diensten uit te rollen. Ja. Dus ik denk dat Microsoft wat dat betreft heel goed gepositioneerd is. Ja. Aan de andere kant, voor de gamesindustrie is het gewoon niet goed. Ik bedoel, als jij de creatieve indie-ontwikkelaar, die gaat uit het water. Ik bedoel, ga maar veel succes. Ga maar proberen je game bij Microsoft zometeen te krijgen. Het gaat gewoon niet gebeuren. Nee, dat is heel tricky. Dat heb ik ook, hoor. Zelfde met sport, weet je wel. Die clubs die alles opkopen. Ik vind er ook op een gegeven moment geen hol meer aan. Die hebben dan straks 60 spelers op de bank zitten en maar 11 kunnen spelen. Ik bedoel, ja. Maar goed, ja, het is hoe de wereld op dit moment draait. Dan hebben we natuurlijk nog het geval Bobby Kotick. Ja. En hier vind ik toch wel... Dus Phil Spencer heeft de afgelopen maanden... Hij was een van de eerste uit de gamesindustrie die inhaakte op wat er gebeurde en zei van... dit zijn niet onze waarden. Mm-hmm. Dit is niet zoals Microsoft werkt en er moet echt snel wat gebeuren. Vervolgens koopt hij het en iedereen dacht... Of laat ik het zo zeggen, heel veel mensen zijn teleurgesteld dat Bobby Kotick gewoon de baas blijft het komende jaar. Die hebben zoiets van, oké, dus de ene kant zeg je van, dit is niet mijn waarde. Volgens koop je het bedrijf en laat je de man die alles veroorzaakt. Deze week is ook weer naar buiten gekomen dat hij wel degelijk dus allerlei dingen heeft verzwegen. Mm-hmm. Dat je die gewoon laat zitten. Hij gaat er uiteindelijk wel uit, maar dat is gewoon een politiek spel. Maar hij moet spel. De deal nog afronden. Maar dat is dan toch ook weer hypocriet?
Maar het gaat om geld. Ja, Microsoft wil Activision Blizzard overnemen. Bobby Kotick moet dat doen. Ja. En als zij zeggen van ja, Bobby Kotick, als we die deal gaan doen, dan trappen we je op straat en dan gooien we met pek en veren het land uit. Ja. Ja, dan gaat Bobby Kotick niet meewerken en is er geen deal. Dus Bobby Kotick, die heeft twee dingen. Ten eerste zegt hij van oké, wat bieden jullie? En dan zegt ze, nou, we betalen 68 miljard voor die aandelen. Zegt Bobby Kotick, nou, dat is lachen. Wat krijg ik? En dan zeggen ze van nou, 160 miljoen. En dan zegt hij van, dat is niet genoeg, ik wil meer. Ja. En hij verkoopt natuurlijk ook nog zijn eigen aandelen. Dus dan zal hij ook nog wel een miljard of twee of drie aan overhouden, maar dus ook gewoon een flinke afkoopsom. En dat voor iemand die ooit zei van games, ik vind het een waste of pastime. Dus het ja. Weet je wat interessant is? Wist je dat hij ooit door Steve Wynn gefinancierd is? Okay. En Steve Wynn is, als je misschien kan je ook nog herinneren dat je in Las Vegas had je het Wynn Casino. Okay. Er stond heel groot Wynn op. Dat was van hem. En die deal waarbij, want Bobby Kotick had eigenlijk, die kwam van school, die kwam van zijn business university af, wist niet wat hij wilde doen. Nee. Ging naar Las Vegas en heeft toen out of the blue een afspraak met Steve Wynn geregeld. Dat was op dat ogenblik een grote vastgoedondernemer en dus een casino-magnaat. En hij heeft gezegd van nou, ik heb dit en dat plan. Ik wil Activision Blizzard overnemen voor die 400 miljoen. Steve Wynn heeft die 400 miljoen gefinancierd. $400,000. Of sorry, $400,000. Die zijn door Steve Wynn gefinancierd. Wauw. Dus die zal waarschijnlijk ook wat aandelen hebben. Ja, die pakt ook nog wat, ja. Zie jij een toekomst van Activision Blizzard? Het gaat er op een gegeven moment gewoon... Ja, het heet nog steeds wel... Bethesda heet ook Bethesda. Maar goed, het is gewoon Microsoft Game Studios met Bobby Kotick aan het roer. Of is hij gewoon op een gegeven moment... Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt niet zo een CEO... laten zitten en laten werken onder Phil Spencer. Net zo goed als dat er niet twee marketingdirecteuren zijn. En maar die gast van de Tesla, die baas, die zitten volgens mij nog wel. Zeg maar die studio, ja. Ja, maar een studiobaas kan wel. Maar en dat zie je natuurlijk bij... Ja, hier is dat anders. Kijk, dat topmanagement, dat wordt gewoon in elkaar geschoven met Microsoft. Ja. En ik denk heel eerlijk gezegd dat Bobby Kotick, wat kan hem het schelen, man? Ik bedoel, ik denk dat hij ook gewoon klaar is. Wat moet hij nog doen? Hij heeft die hele seksuele kutshit affaire aan zijn broek hangen. Ja. Hij heeft gewoon zoiets van, geef mij een paar miljard, ik ga iets anders doen, weet je? En dat, het is trouwens ook wel interessant, want wat gaat daar nu gebeuren? Of gaat Microsoft dit gewoon allemaal afkopen? Die koopt het af, die veegt gewoon met de bezem doorheen, weet je. Dit gaat om zoveel geld, die hele overname. Dat wil je niet bezoedelen met dit soort dingen. Nee, want er zit gewoon een of andere advocatenkantoor, die is alleen maar bezig, oké, hoeveel wat willen jullie allemaal hebben? Het wordt allemaal afgekocht voordat die deal rond is. En dat duurt volgens mij nog anderhalf jaar. Is dit allemaal gezetteld? Duidelijk. Afsluitende, laatste vraag aan jou. Denk jij binnen een jaar... Dus binnen in 2022 gaan wij nog, en heb ik het niet over een miljardje voor een leuke studio. Echt een Square, misschien wel een EA of een Take-Two waar veel mensen het over hebben. Microsoft koopt het. Nee, ik denk het niet. Nee. Omdat als ze dat zouden doen, krijg je wel degelijk die antitrust laws die je in Amerika hebt. Too much. Ze worden te groot. Ja. En eerst moet deze deal afgerond zijn. Dan moet Activision Blizzard volledig geïntegreerd worden in Microsoft. Als dat klaar is, dan pas denk ik dat je het hebt over een volgende grote overname van Microsoft. We gaan het meemaken, jongens. Laat het even weten in de comments. Hoe shocked zijn jullie en wat vind je ervan? Goede zaak, slechte zaak? Zag je het aankopen? En wat moet PlayStation doen? Volgende week, nieuwe Piepshow.